Leon Tervoorde, Ajax Twente, wat valt er te halen voor de Enschedeërs? Ja, ik denk dat heel Rotterdam en omstreken rijkhalsend naar die wedstrijd uitkijkt en hoopt dat Twente gaat stunten in de arena. Eigenlijk kun je ook zeggen van Twente heeft zijn plicht al voldaan dit seizoen door in Enschede Ajax de laatste nederlaag van het seizoen toe te brengen. Dus die drie punten hebben ze al afgesnoept van de Amsterdammers. Ja, Twente heeft niks te verliezen, de druk zit erop bij Ajax. Maar goed, normaal gesproken in de arena in Amsterdam is Ajax wel de favoriet. Gaat Haken nog wat sleutelen aan zijn formatie? Ja, hij deed net een beetje mysterieus op de persconferentie. Meestal is hij wel heel erg open en heeft hij geen geheimen. En we vroegen naar hem of hij misschien nog aan de PSV-variant heeft gedacht. In Eindhoven speelde Twente anders dan in alle andere wedstrijden. Een beetje met een open linkerkant waarin Trajkovski heel de tijd dook met een vrije rol voor Celina. Hij sloot dat niet uit. Tegelijkertijd voegde hij er ook aan toe dat het misschien wel heel goed zou zijn om gewoon aan het vast te houden. Dus dat wordt nog eventjes afwachten hoe Twente zich gaat presenteren komende zondag. Voor Twente staat er niet zo heel veel op het spel. Behalve de eer denk ik van de club. Maar sportief gezien, ze staan op de zesde plaats. Zelfs gedeelde vijfde. Dus ze kunnen vrij en onbevangen naar Amsterdam reizen. Ja, en daar zal het uitvak bomvol zitten. Ja, daar willen de spelers natuurlijk ook wel wat voor laten zien. Ja, dat is weer ongelooflijk dat daar komende zondag 1200 mensen zitten voor Twente. Je kunt zeggen van ja, ze mogen voor niks om naar binnen als uitvloeisel van de transfer van Ziyech. Maar dat is denk ik te makkelijk, want ik zag net nog de statistieken. Vorig jaar waren er ook al 1000. Ja, dat blijft iets heel bijzonders. Dat een ploeg die nergens voor speelt, die al tijden veilig is, zoveel supporters meeneemt naar uitwedstrijden. En dat geeft eigenlijk wel aan dat ondanks alle misère wat hier om ons heen heeft plaatsgevonden, dat die club ongelooflijk leeft en een hele trouwe achterban heeft. En dat is eigenlijk wel, denk ik, het ultieme bewijs dat deze club niet dood is, maar nog steeds springlevend is.